Een zwangerschap is voor 1 op de 6 stellen niet vanzelfsprekend, wat met meerdere factoren te maken kan hebben. Gelukkig zorgt moderne technologie ervoor dat patiënten alsnog de kans krijgen om zwanger te kunnen raken. Ons team bezocht een vruchtbaarheidskliniek in Spanje die hierin is gespecialiseerd. IVF Spain is een vruchtbaarheidskliniek in Alicante, Spanje, waar we dus stellen behandelen met vruchtbaarheidsproblemen, maar ook bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die een kindermens hebben. Er komen patiënten van over de hele wereld, waaronder dus ook uit Nederland. Doordat een vruchtbaarheidsbehandeling zo'n emotionele stap is, willen we ervoor zorgen dat de patiënt vanaf het eerste contactpunt eigenlijk al goed begeleid wordt, persoonlijke begeleiding heeft en dat alle zorgen weg worden genomen. En dat begint eigenlijk al vanaf Nederland. Men kiest voor een vruchtbaarheidsbehandeling in Spanje, omdat bijvoorbeeld de wet en regelgeving een stuk soepeler is hier. Dus bijvoorbeeld de anonieme eiceldonatie is toegestaan, wat dus in Nederland niet het geval is. Bovendien is de technologie een stuk verder in Spanje. We hebben technieken die in Nederland nog niet gebruikt worden. En als bijvoorbeeld vrouwen uitbehandeld zijn in Nederland, dat we ze hier nog wel verder kunnen helpen. We bevinden ons nu in het laboratorium van de kliniek, waar de embryo's gecreëerd en gekweekt worden. Wij gebruiken hier de modernste technologie die er is en we updaten deze ook voortdurend. Bijvoorbeeld worden hier in Spanje embryo's gekweekt tot dag 5, dag 6 meestal. En we gebruiken ook meestal timelapse broedstoven. Dit zijn speciale broedstoven waar embryo's continu gefilmd worden. En daardoor kan je de ontwikkeling van de embryo's nauwkeuriger volgen. En dit verbetert de embryoselectie. Er worden ook betere kweekomstandigheden gecreëerd, waardoor we de slagingspercentage van patiënten kunnen verhogen. Daarnaast wordt er ook op het gebied van cryopreservatie de techniek van vitrificatie gebruikt. Dit zorgt ervoor dat we hele hoge overlevingskans van embryo's hebben. In our clinic every year we see more than 200 patients coming from Holland. 3 times a year we go to the Netherlands to see our patients to discover why they cannot get pregnant in their country. Through genetic testing of their blastocyst and endometrium study, putting embryo on time, we reach 70% pregnancy rate per transfer with patient own eggs. If we see that this strategy is not working, we are clinic subspecialized in anonymous egg donation, where pregnancy rate are over 90% per cycle. Voordat wij naar Spanje raakten, waren we inmiddels al 15 jaar hier in Nederland en België bezig om zwanger te worden. Maar dat was tot toen niet gelukt. Toen hoorden we van vrienden dat hun het al geprobeerd hebben met succes in Spanje. Dus toen hadden we besloten om ook die kant op te gaan. 10 dagen daarna mochten we bloed prikken en toen kwamen we er ineens achter dat we zwanger waren. En dat was voor ons echt ongelooflijk. En toen, 9 maanden later, werd Pim geboren. En nu, 10 weken geleden, is onze tweede kindje geboren, een dochter Lisa. Ook bij de kliniek in Spanje. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wil je meer informatie hierover? Kijk dan nog even op de website.